Dag iedereen, welkom bij de derde aflevering van onze wielerpodcast de Derailleur. De wegwielrenners die zijn nog met vakantie, we zijn half november, de crossers zijn volop bezig. En dus focussen we ook in deze aflevering weer op de cross met twee ja, goede gasten. Dat zijn Jan Suikers en Niels Albert. Dag mannen. Dag Nicola. Ja. Jan, ja, je zit hier ook in deze stoel als mede-host, commentator, interviewer in het veld. Maar wat ik eigenlijk zelf niet goed weet, Jan... Wanneer heb jij die uh, wielermicroben en, en de crossmicroben eigenlijk te pakken gekregen? Eén hey, naam. Bart Welles. Bart Welles. Ja, ik je ben hier wel het... met Niels Albert, Ja, dat is waar. Maar ik ben van hetzelfde dorp afkomstig als okay. Bart Welles. Ja. Zelfde leeftijd. In de lagere school zelfs bij elkaar in de klas gezeten. En dan ja, ontstaat dat uh, eigenlijk organisch, Nicola, om uh, zo in ja. de crosswereld gerold te worden. Vertel, en, heb uh, je zelf uh, gecrossed? Nee, nee, Zelf nooit gecrossed. Nee, absoluut niet. Uh, maar, maar je door... kende Bart wel? Ja, ja. Was, was hij een vriend? Hij zat bij mij in de klas, dus het was een, een klasgenootje dat uh, op woensdagmiddag, dat herinner ik me nog goed, in het vijfde of zesde studiejaar, uh, vroeger de klas mocht verlaten omdat hij in Nederland moest gaan crossen. Want toen waren er voor de jeugd helemaal nog geen uh, wedstrijdjes, of toch zeker niet voor de mannen van die leeftijd. En hij ging dan in Nederland uh, crossen. Hij had ook thuis. In de achtertuin een eigen parcourtje uh, gemaakt dat er in Rim ook nog. Waar ja. hij dan met zijn broer. En waren er dan verjaardagsfeestjes waar jij uh, heen ging, uh, Jan? Nee, want daar had Bart geen tijd voor. Hij ja. was toen echt al volop bezig ja. Met, ja, toch wel. met zijn toch sport. Wel. Ja. ja, Niels, was dat bij jou ook zo? Van klein ze van, kleins af aan, vijfde, zesde leerjaar, echt al naar het buitenland zelfs? Of? Nee, 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 nee. ik ben beginnen koersrijden op mijn veertien, uh, denk ik. Um, en daarvoor heb ik altijd bij Mix gedaan, maar. Ik heb ook wel gevoetbald, uh, maar niet echt uh, al zo intensief op jonge leeftijd. dat ja. ik vijf, zes jaar was, dan was ik nog kampen aan het bouwen, denk ik. Ja. Was... Gevoetbald, en, uh, Niels? Ja, maar dat Welke was... Welke ploeg? Ja, zo, gebeurt wel, SV Schriek. En vlot scorend. Ja, ja, zeker. <laughs> zeker Topschutter. Ja. En BMX, dat heb ik ook onlangs uh, ja. nog eens gezien. toen we een uitzending aan het voorbereiden waren. Wat ja. moet ik me daarbij voorstellen? Hoe lang heb je dat gedaan? Ja, toen was, dat, toen was BMX helemaal nog niet het niveau dat dat nu heeft. Dat is heel hard geëvolueerd de afgelopen tien jaar, uh, zullen we zeggen. 10, 15 jaar. Toen dat ik dat beoefende waren er vijf parcours in België, denk ik. Ondertussen zal er waarschijnlijk een drievoud zijn of zo. Um, en dat was heel uh, plaatselijk en lokaal. Um, ik heb dat 12, 13 en 14 jaar gedaan. Omdat ik gewoon graag bij Mixten en in het bos altijd aan het spelen was. En dan had twee keer kampioen België geweest. Zeker. Ja. En was dat ja. belangrijk voor, voor, je, voor je techniek bijvoorbeeld? Of? Ja, een beetje explosiviteit en wat techniek en zo krijg je daar wel mee. Maar ik vind ook vooral stuurvaardigheid. En, um mijn madame bijvoorbeeld is daar wat tegen, maar ik zou mijn dochter gerust durven inschrijven daar. Gewoon om stuurvaardigheid te krijgen met de fiets op een openbare weg is dat zeker niet slecht. Door ja. um, kinderen ja, leren te fietsen en, en af en toe wat obstakels te moeten pakken. Want... De onderhandelingen zijn lopende. Begrijp de onderhandelingen ik. zijn lopende, ja. ja. <laughs> We zijn ja. benieuwd. Alles op de hoogte. Jan, uh, als je mag kiezen, nu, is het voor jou: weg wil rennen of cross? Op één? Oei. Dat is wel een, een heel moeilijke ja? keuze. Um... Misschien zegt het hart dan toch de cross. Ja. ja. Door, door het verleden, door de ja, manier waarop het we begon. Ja, ja. ja, ja. Dus zijn nu de hoogdagen voor jou, deze, ja, deze ja, periode. Toch wel. Ik kijk ja. er ook altijd wel naar uit, naar het begin van het nieuwe crossseizoen. Ja. Ook al uh, zijn we nu weer gestart in de Verenigde Staten met uh, de Wereldbeker. Maar toch ja, dat is uh, altijd wel uh, iets om naar uit te kijken. En heb je zelf nog tijd om te fietsen? Te weinig, zoals uh, gewoonlijk bij iedereen, zeker uh, Nicolas. Soms maar, uh, komt het er nog wel eens van. Het maar, materiaal ja, staat er wel? Ja. Het is niet dat, dat Niels jou nog een fiets aan de hand kan nee, doen. Nee, dat uh, is voorlopig niet het geval. Ja. Uh, voor mij je... nog in orde de fietsen, dus ja ik moet ja. ook nog niet voor een herstelling. Oké, okay. hij heeft werk genoeg, Niels ja. Albert. Ja. Mannen, we zijn een, een paar dagen na het EK uh, in uh, Namen. Uh, Europese titels voor Fem van Empel en voor Michael van Tournout. Hoe hebben jullie de, de crossen beleefd? Laten we misschien beginnen, Niels, met, met de vrouwen. Uh, ja, ik denk ja, terecht terechte winnares. Als je ziet dat ze toch de. De vrouw van het seizoen is momenteel al en ja, eigenlijk ook de cross domineert. De wereldbeker domineert. Gewoon, ja, ik denk dat er maar één verdiende winnaar was. En de manier waarop is ook, ja, vind ik heel sterk. Ze heeft te maken met pech of te kampen met pech en wordt dan een beetje in de verdrukking gezet, tot, tot een halve minuut. Op een gegeven moment denk ik dat ze achter was. Dus ja, ik vind dat heel knap en heel sterk. Dat zij dat eigenlijk ook op een coole manier, zonder te panikeren op die leeftijd. Want veel renners zouden dan in paniek slagen en afstappen, want het is verloren. Terwijl zij daar gewoon heel rustig onder blijft en toch die koers nog wint. Ja, acht van de negen crossen heeft ze nu gewonnen, waaraan ze deel heeft genomen. Jan, de vorige keer hier met Sanne Kant ging het al een klein beetje over haar tactisch vernuft. Maar ja, waarover Niels het heeft, dat is ook dat moment waarop ze dan... Terugdraait om nog de materiaalzone in te kunnen lopen, ja, dat is inderdaad wel helder denken op een cruciaal moment. Hè. Absoluut. Als je zo lucide bent tijdens een kampioenschap, je eerste kampioenschap okay. bij de Elite overigens, dan ja, zet je niet alleen de stap naar die Elite-categorie heel vlot, maar ook gewoon een stap in je carrière, denk ik. Als je dat op die manier kunt afronden, zoals Finn van Empel. Het is uh, ja, nogmaals bewezen wat voor een uh, supertalent zij is op, uh, op vele vlakken. Ja, Niels, zelf ooit meegemaakt dat je, dat je die beslissing moest nemen op een fractie van een seconde uh, na materiaalpeg en dat, dat dat je cross redde? Uh, nee, dat denk ik niet. Dat ik dat ooit in die situatie echt gezeten heb, uh, toch, toch niet dat ik me kan herinneren. Maar ik vind dat inderdaad wel straf op die leeftijd. En dat wil eigenlijk ook zeggen: op die moment dat je echt overschot hebt, dat je de ruimte hebt om te denken. Uh, want ja, iemand die op blok zit, gaat misschien anders reageren en toch nog tien meter verder rijden. En even twijfelen van, sta ik nu toch plat? En je zet een materiaalpost voorbij. En dan is het klaar dus. Zij pakt daar ja, op een fractie van een seconde de juiste beslissingen. Dat wil zeggen dat je ook ja, kunde hebt en overschot hebt om, om daar helder over na te denken. Hadden jullie meer verwacht van de tegenstand, de andere dames? Ja, ja misschien wel. Hè. Alvarado uh, tweede. Wat Klampte zich... wel lang aan. Wat op zich wel is het, het niveau van Alvarado op dit moment, denk ik. Ze is er wel uh, helemaal door na een uh, ja, slecht seizoen vorig jaar, ja, zeker. moeten we uh, zeggen. Um, maar ja, misschien had een Lucinda Brandt in goede doen veel meer uh, concurrentie ja. kunnen bieden. Ik denk dat dat de enige vrouw is momenteel die ja, op, op dat soort type parcours wel een beetje baar zou kunnen in de buurt komen. En de rest staat daar ja, gewoon echt een trap onder. Hè. En het is misschien afwachten tot Prevo of een Marianne Vos echt op niveau begint te draaien. Maar dan nog, ze heeft momenteel echt gewoon overschot. Hè? Ze, allez, ja, ik heb ze nog nooit echt weten echt, echt afzien uh, voor ergens aan te klampen of die koers te winnen. Het lijkt allemaal zo vanzelf ja. te gaan. Maar het is wel een, een groot verschil. Ze okay, was begin dit jaar wel al goed, maar de manier waarop ze nu dominant is, dat, dat had ik niet meteen verwacht dat het zo'n vaart zou lopen eigenlijk. Nee, ik ook niet. Ik denk dat ze zowat iedereen verbaast in, uh, in het wereldje. Je voelt aan haar interviews ook achteraf um, dat ze zichzelf ook verbaast hoor, mm -hmm. op uh, bepaalde momenten. Dat ze daar toch ook uh, ja, door, door verrast is, door haar eigen uh, kunnen. Ja, de prestaties en het zelfvertrouwen staan nog niet op hetzelfde niveau. Nee, ja. nee dat is waar, dat is ook wel opvallend. Nee, en ook. Had, allee, ik had sowieso wel gedacht dat de, de jongsters, zullen we zeggen, hè, waaronder hè, Van Androoy en uh, Puk Pietersen, uh, fan van Empel, dan dat die wel een stap zouden zetten. Maar dat bijvoorbeeld een fan van Empel echt momenteel de eerste twee maanden, zullen we zeggen, van de Cross echt domineert. En doet wat ze wil, dat had zij waarschijnlijk ook zelf niet verwacht. En wij ook niet. Um, dus ze verbaast daar eigenlijk iedereen. Maar aan de andere kant, ja, ze kan wel een stukje fietsen. Hè. Het is niet dat dat. Uh... Ja, en ze is een heel sterk punt. Hè. Um, als ze er niet afgereden wordt, is ze nog eens rap aan de meet. Ja. Dus ze hoeft niet per se alleen binnen te komen. Dus ze kan daar ook met momenten op een tactische manier gaan aanpakken. Ook. En dus als nu morgen bijvoorbeeld Marianne Vos op niveau draait. Um, ik weet niet, Marianne Vos, uh, Prevo bijvoorbeeld, als ze ermee hadden rijden, wil ik het nog zien eigenlijk ook. Uh. Ja, uh, Pieterse mannen die reed uh, niet met de elite mee, met de profs. Had hij had er iets kunnen tegeninbrengen, denk je? Want die reed wel sterk. Hè? Won ook wel met overmacht mm. bij de beloften. Daar was het ook snel bij beklonken, mm. inderdaad, in die categorie. Mogelijk, ja. ja dat het is lijkt, een keuze, natuurlijk. Ja. Dat lijkt mij momenteel ook, we hebben dat gezien in Maasmechelen, denk ik, als ik me niet vergis. Dat is een van de enigste die eigenlijk heel lang tegen doet. Hè. Tegen, en tegen, waren ook in Maasmechelen de drie jongsters die daar het mooie weer maken. Hè. Met Van Androoy die eigenlijk wegrijden van de rest, hè? Die had, die had pech in uh, namen nu, uh, mm. maar wat, wat opvalt bij die drie, dat is, ja ze zijn jong, maar ze zijn ook heel vinnig, dat, dat, de manier waarop ze rijden. Mm. Ik weet niet of je dat kunt verklaren Niels, maar, maar dat, dat heeft iets heel, heel vinnigs vind ik. Ja, als je, als je jong bent, dan heb je vaak nog een heel stuk explosiviteit mee, um, en een durf ook om, om je volledig te smijten. En als je wat ouder wordt, dan gaat de neerder denken en, en anders naar een cross gaan misschien. Misschien heeft dat er wat mee te maken, maar... Um ja, ik denk, uh, ik heb al een keer aangehaald, dat uh, er een categorie is van, van, van rensters nu. die gaan overvleugeld worden door uh, die jongeren. Hè. En daar denk ik aan. Een, uh, ja. ja, gelijk, uh, Sanan is nu al wat ouder, maar. Um, ja, Annemarie Worst en zo, een, Van Alphen. Uh, ja, Van der Heijden misschien zelfs, al is die Heijden. ook nog vrij jong. Ja. ja, die zijn ook wel wel jong, maar, maar deze zijn extreem jong. Hè. Die zijn 18, 19 jaar bij wijze van spreken, dus. Uh, ja. En die zijn daar al. Hè. Een nieuwe generatie die het snel overneemt. Jan, uh, ja, veel vergelijkingen. Hè. Van Vleuten, Vos, uh, fan van Empel wordt, wordt de nieuwe versie van die rensters genoemd. Uh, maar ga, hoe vaak gaan we die nu eigenlijk nog zien in de cross de komende jaren als ze naar Jumbo-Visma gaat? Wat gebeurt op 1 januari? Dat is de vraag zeker. Of zij nog een volledig uh, crossprogramma zal afwerken op termijn. Want ik denk op de korte termijn oh, nee. dat zij wel... Uh, nog volledige crosswinters zal uh, doormaken. Maar ja, goed. Vanaf 1 januari zit ze bij Jumbo Visma, bij haar grote voorbeeld, Marianne Vos. Ja. Dat heeft ze ook al uh, aangegeven. Dus, uh, ja. En op het tempo dat het nu uh, evolueert, ja, gaat ze ook snel. Hè, ze droomt ook van grote rondes op de weg. Dat, dat gaat er ook misschien snel aankomen, hè, als ze zo boven de rest uitsteekt. Ja, mogelijk wel. Um, maar voor Pietersen geldt misschien wel hetzelfde. Zij is misschien nog net iets meer mountainbike oriënteerd mm -hmm. ook, Puk Pietersen. Um, ja, het is uh, uitkijken naar wat, uh, wat zij nog kunnen in, uh, in de cross op de lange termijn. Ik denk nu wel op de korte termijn dat zij ja. er nog bij zullen zijn. Wat mij bij Pieters trouwens ook altijd opvalt, is die, ja, die geweldige techniciteit die zij heeft. Maar mm. ze is er ook altijd uh, heel bewust mee bezig, bijvoorbeeld ook met haar bandenkeuze. Het afgelopen weekend blijkbaar. Uh, Niels, jij zal dat veel beter kunnen duiden, maar heeft zij voor verschillende profielen mm -hmm. gekozen, vooraan en achteraan? Ja. Um, en was dat ook het verschil dat meteen voelbaar was voor haar mm -hmm. uh, tijdens die wedstrijd? Dus had zij een profiel dat iets zwaarder bolde vooraan en iets mm -hmm. minder zwaar achteraan? Ik weet het niet juist. Ja, dat uh, klopt. Daar ging de ronde dat zij van voor met Rino Rey achteraan Grifo, um, met als gevolg dat Rino achteraan profiel is grover. Met als gevolg dat je meer power moet hebben, omdat die tube die of dat profiel meer hakt in de grond. En vooraan, natuurlijk, bolt dat wiel maar een stuk, maar je krijgt wel meer stuurvastheid in die glibberige bochten, zullen we zeggen. Met als gevolg dat uh, zij op de stukken waar het goed bolde en toch tijdens de vrouwen, vrouwenbeloftecross een pak droger was. Bij de mannen bijvoorbeeld had dat. ...totaal niet mogelijk geweest eh, okay. om, uh, om dat te doen. Gebeurt dat vaak? Twee verschillende profielen steken? Ja, ik zal nu zeggen, uh, waar dat wel eens vaker gebeurde is in die zandomlopen... Uh, ...waar dan vooraan met een griffo wordt gereden en achteraan met een zandtup, omdat... heb dat. Heb je dat hier gedaan, uh, uh, nee, 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 dat was uh, in Antwerpen, uh, ja. maar uh, dan kun je vooraan op het natte gras nog wel je bochten eigenlijk vol pakken. En achteraan, ja, laat het, waar je eigenlijk je kracht zet, gaat je zand eigenlijk wat meer laten rusten en gaat er wat meer overheen. Dus dat is een combi dat perfect okay. mogelijk zou zijn. En dat, allee, ik heb dat bij mij weten ook gedaan in mijn, uh, in mijn loopbaan. Alright. Ja. Uh, Jan, uh, ze gaat dus weg op 1 januari. Denk jij dat uh, ze bij Bingo Powell Sauze een nieuwe renster gaan aantrekken? Want oké, okay, ze hebben Betsema al. Maar ja, dit is natuurlijk ongekende luxe, al die overwinningen. Kan je daarvan afkicken als je Jurgen Mettepenningen bent? Daar zal Jurgen Mel wel de nodige moeite mee wat hebben. Wat denk je, denk ik, wat, wat, wat zeggen de geruchten in het uh, circuit? Ik hoor geen namen in elk geval van okay. overgangen naar uh, uh, Pauwelshausen-Bingol. Maar uh, ja, niets. Uh, ja, ja het is, niet is, is goed genoeg als uithangbord. Inderdaad, ze hebben ook nog Leonie Bentveld achter mm. de hand, die ook uh, komen ja, is. Ja, uh, belofte met profcontract. Ja. Hoe goed is uh, die? Ja, dat is ook weer. Het lijkt wel alsof ze daar een oneindig blik Nederlandse talenten hebben. Hè? Dat is eigenlijk ook weer vergelijkbaar. Bijna, denk ik met Pietersen en, uh, en Van Empel. Alleen, ja, zijn ze bezig met een nieuwe renster? Ik weet het niet. Geen geruchten op dat nee. vlak. Uh, mannen, um Zaterdag voor de vrouwencross was er niet superveel volk, maar als je het totaal aantal toeschouwers voor namen en voor dat EK bekijkt, 17.200 denk ik is het cijfer dat gecommuniceerd werd. Mm -hmm. um, ja, dat was wel de moeite, dat, dat leefde wel in Niels, er was een enorm veel volk op zondag. Ja, ik denk dat we de trend gezien hebben na de cross in Amerika, als we terug naar hier gekomen zijn, dan denk ik dat uh, Maas Mechelen, de Koppenberg en uh, nu mijn namen toch, uh, toch wel echt uithangbord waren terug. Maar als gevolg ja, dat het. Uh, ja, dat mag wel, hè. Cross leeft wel terug in België. En met als gevolg dat er natuurlijk veel volk komt kijken, dat is, dat is altijd wel fijn. Dus uh, ja. ja, Cross hoe, verdient hoe dat wel. Hoe kijken we nu naar, um, naar dat EK? Dat is nog niet zo lang uh, gelanceerd. Heeft dat al wat meer serieus en wat, wat meer reputatie gekregen dan in het begin? Want toen werd er soms wat meewarig over gedaan. Nu vind ik wel dat het afgelopen weekend bijgedragen heeft tot de waarde van zo'n EK. Ja. Um, we hebben ja, knappe winnaars en winnaressen gezien. We hebben een heel spannende cross bij de, bij de elite mannen gehad. Om een kampioenschap, dat heeft toch altijd uh, cachet. En het EK is de voorbije jaren natuurlijk ook niet gediend door de corona-edities. Dat moeten ja. we ook, uh, ook zeggen. Dat was een kampioenschap in opkomst. Maar door ja, de mindere beleving in, in corona-omstandigheden uh, heeft dat ook wel een rol gespeeld denk ik, bij ja. het EK. Name, het parcours op zich is natuurlijk uh, ja, vrij uniek uh, in België, misschien zelfs in Europa. Ze denken er blijkbaar ook aan om het WK te organiseren. Uh, zou dat een goed idee zijn? Het, het kan pas over vijf jaar, hè? want tot 2027 ligt alles vast qua locaties. Ja. Ja, een WK-veldrijden in België is altijd een goed idee, zeker. ja, ja dat, is, dat is altijd een goed idee. Maar zit Oostende dan nog niet? 2027 dus, is Oostende. Dus, <coughs> ja. dus ja, ze gaan het jaar later niet uh, nee. bij zo'n spreken het WK geven aan, uh, aan namen dan. Dus ik denk als 27 in het beste geval uh, Oostende is, dat we in 2032 uh, misschien richting namen of zo Toch een moeten. jaar of vier er nog tussen? Ja, ja. meestal is dat wel zo'n ja. jaar of vier er tussen. Hè. Uh, ja. Lijkt mij toch, tenzij dat. Bedrag op tafel gesmeten <laughs> wordt, wat ja. we nu zie, geen nee kan tegen. Ja, dat zijn. kan wel ja, als er zoveel vol komt. Uh, het kan. Het is wel het een van, in sneltempo een van de klassiekers aan het worden van het circuit, toch? Ja, ja absoluut. Met de Wereldbeker zijn we ook al een aantal keer uh, te gast geweest. En ja, je merkt dat aan de publieke opkomst, aan het parcours dat voor vele volgers tot de verbeelding spreekt, toch ja, uh, telkens. Zeker. En daardoor krijg je toch een, ja, dat klassieke uh, idee over, uh, over naam. Mm -hmm. Nee, inderdaad. Uh, Michael van Toernout won bij de mannen. Um, ja, beste, mooiste prestatie uit zijn carrière, denk ik hè? Absoluut. En, en technisch op geen fouten betrappen. Nee. En nu, Michael van Toernout stond technisch ook altijd al wel hoog aangeschreven. Ja. Um, er Iserbyt onder andere, die plaatst hem hoger dan zichzelf en in de buurt van Mathieu van der Poel. Uh, Jurgen Mettepenningen heeft daar in het verleden ook al over gezegd dat Michael van Toernout qua talent niet veel moet onderdoen voor uh, Mathieu van der Poel, wat het veldrijden betreft. Dan. Mm -hmm. En uh, ja, zondag viel alles in de plooi, zeker voor Michael. Ja, en de regen op het goede moment, zeker, Niels? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat. Uh er zaten twee verschillende renners in de zaten bij uh, met de penningen. Dan. De ene hoopte op droog weer, denk ik, met Eli dan. En de Michael zal elke minuut zijn weer heb hebben om uh, een hebben om, om regen te hopen. De Michael is inderdaad een heel technische renner. Hij is iemand die qua stuurvaardigheid zeker in de buurt komt van een Mathieu. Uh, maar net iets beheerster, denk ik, als de Mathieu. Mathieu durft zo eens onstuimig ergens uh, bergaf rijden en, en zien waar het hem uitkomt. Terwijl Michael wel iets rustiger is qua risico's, denk ik. Um, maar hij ja, heeft in het verleden bewezen dat hij uh, kan fietsen. Hè. Ja, hij maakte eigenlijk uh, geen fouten hè, in uh, Name. Het is al een geweldig seizoen geweest voor uh, Paul Sousa-Bingold. Er waren overwinningen in 17 van de 20 crossen waaraan ze hebben deelgenomen. En er was natuurlijk uh, veel meer dan alleen die zegen van Michael van Toernout in Name. Elie Iserbiet blijft maar winnen in het seizoensbegin. Een beetje traditiegetrouw zeg maar. En pakt hier dus drie op drie in Rudder voor. De won de voorbij twee edities. Dit was geen makkelijke. Dit was een wedstrijd waarin de crossomstandigheden zich helemaal leenden in het voordeel van Elie Iserbiet. Anders had hij niet gewonnen. Dat kunnen we denk ik wel zeggen. Deze vrouw is de winnares. Een paar high fives die ze krijgt. Meer dan verdiend, want ze heeft een heel sterke cross gereden. Van begin tot einde eigenlijk gedomineerd. Het gashendel helemaal open en iedereen op achterstand gereden. Denise Betsema wint haar eerste van het seizoen en is de eerste leidster dan ook in de Superprestige. Ze heeft het geregeld, Fem van Empel. En dan wordt Pietersen alweer tweede. En Van Anro is dan een heel knappe derde. Maar we hebben een geweldig mooie wedstrijd gezien. Ze mag er terecht. Heel erg blij mee zijn. Wat een geweldige eerste editie van de vrouwencross in Maasmechelen. Fem van Empel wint. Ja, dus het zijn uh, de mannen. Niels en Jan, en de vrouwen hè, bij, bij het team van Mette Penningen. Eigenlijk wanneer de ene niet presteert, is er bit, dan neemt Van Tournaut over. En wanneer Betsema uh, wint, ja, dan is het omdat Van Empel er niet is. Dat is voorlopig een uh, perfecte combinatie hè, ja, bij uh, uh, team uh, Met Mette Penningen. Daar zal Jurgen ook wel over uh, in de wolken zijn, uiteraard. Maar het is wel, wel opvallend dat ze wel uh, klaarstaan uh, als uh, de kopvrouw of kopman er niet is of uh, yeah, door, een, uh, door omstandigheden ja. een mindere dag heeft. Dat de anderen dan overnemen. Hoe belangrijk moeten we dat nu inschatten? Dat aantal overwinningen, want oké, okay, we weten uh, de grotere namen die komen later, maar ja, ze gaan wel vlot boven de 21 zegens gaan dat zij met de penningen al. Uh, dat is ons uh, aantal van vorig seizoen. Dat gaan ze ja, verpulveren denk ik. Uh, ja, in normale omstandigheden zouden ze dan moeten verpulveren. We weten natuurlijk alleen niet uh, hoeveel dat ja. die anderen gaan rijden en hoe goed dat ze zijn. Maar zelfs bij de vrouwen, van, van Empel de... rijdt er nog ja. een paar. Van Empel gaat sowieso we er wel voor zorgen dat ze boven die 21 raken. Um, maar bij de mannen hangt er een beetje van af nu. Um, hoeveel dat er nog gaat gewonnen worden, hè? we zitten met het probleem een beetje van uh, Eli nu op dit moment. Ja. Uh, Michael is niet de veelwinnaar, wint zijn crossen wel, maar... Het zou zomaar eens kunnen zijn dat we ja, de komende weken andere winnaars gaan zien bij de mannen ook. Ja, wat Michael betreft, zou dit iets kunnen veranderen? Want in het verleden won hij in Tabor en in Merksplas, maar dat was telkens, als ik me goed herinner, gelinkt aan emotie en grinta. Aan ook familiale issues die er waren. Hij koesterde dan op revanche. Dit was eigenlijk anders. Hè? Um... Ja, klopt. Vooral Merksplas was een heel ja. emotionele, zei ook, omdat het zijn eerste klasse menscross in zijn profcarrière was. Dit is anders in, in die zin dat er, ja, toch opvallend minder emotie mee gepaard ging achteraf bij, uh, bij Michael Van Toorn. En wint hij. Yeah? Zou hij de stap kunnen hebben gezet naar toch meer winnen, uh, Jan? Of Mogelijk zit dat, wel. Of zit het er echt niet in? Mogelijk wel, ja. Ik, ik denk dat het er wel in zit. Niels denkt van niet, hè? <laughs> ja, ik denk, dat, uh, ik denk persoonlijk dat Michael een type nieuwe verwekking is. Uh, die altijd wel in de buurt is en, en inderdaad zijn... Zijn vijf, uh, vijf crossen per jaar wint, maar dan op de kampioenschappen altijd boven zijn eigen kan bovenuit stijgen en als alles meezit kampioen worden. En de vraag is dat je altijd moet stellen, is dat nodig om de veelwinnaar te zijn? En uh, hey, dat is altijd de vraag die je moet stellen en Je moet op een gegeven moment weten wat binnen je capaciteiten ligt en waar dat jij goed in bent. En als dat het niveau van Michael is, is dat iets waar dat je best tevreden kunt ja. over zijn. En voelt zich goed in de combinatie nee. met Elie, die wel meer ja. die winnaar is. Ja, van Elie wordt dat verwacht. Hè. Um, en ja, het is zoals gezegd. Um, als een Michael morgen is niet wint, dan is daar ook geen probleem mee. Maar um, de Elie stapt af en het gaat eigenlijk al bij spreken, drie dagen over de Elie. En het is dit en dat. Ja. Uh, omdat dat verwacht wordt dat hij een winnaar is. Ja. En toch denk ik, als je met zo'n trui mag rondrijden bij de Propsdiels, dat je een extra boost krijgt voor de komende jaren nog. Ja, tuurlijk. Hij gaat sowieso wel een boost krijgen, dat wel. En hij gaat misschien meer zijn plaats nog opeisen. Maar dat hij gaat uit en in meer winnen, dat wil ik nog afwachten. Dat hij misschien meer zichzelf gaat bovenuitstijgen af en toe. Maar dat dat resultaat hetzelfde zal zijn, dat, ja. ik weet dat niet. Ja, ja dat kant, is allemaal twee kanten kant eruit. Ja, ja. ja. Nee, maar goed, er was al lang sprake over het nee. feit dat hij een keer naar de mental coach wil gaan, dat hij die mentaliteit wil aanpassen, niet tevreden zijn met alleen een podiumplaats. Mm -hmm. Mm -hmm. En nu wint hij, dan, ja, dan denk je, misschien verandert dat wel iets. Maar wat, we, zullen, we zullen zien. Mm. Uh, Jan, uh, we hadden het over Eli Iserbit, die heeft ons zondag een beetje verrast in Namen met een uitspraak over zijn blessure en de reden waarom hij afstapte. Ja, zelfs uh, zorgwekkend, denk ik. Hè, als hij spreekt over uh, gevoelloosheid in zijn uh, linkerkant. en dat hij bij het ja, uh, misplaatsen van zijn been. Ja, daar Verkeerde een keer in beweging, dan kan ik weer last en, en, dan, krijgen. Ja. Het is iets uit het verleden dat nu beter leek. maar dus toch nog niet beter is. Blijkbaar zijn die rugproblemen die hij uh, gehad heeft. toch nog altijd sluimerend, om het zo te noemen. En kan dat ja. van die uh, kant komen. En een MRI-scan moet nu meer Duidelijkheid brengen, maar als het ja, als die afkorting valt, Niels MRI scan, dan uh... <laughs> nou, ja. en de rug, Niels, dat is voor een crosser uh, cruciaal. hè? Ja, alleen als dat een echt probleem is, dan ja, hij zal daar alleen hoop ik toch wel voor hem voor in behandeling zijn nu op deze moment met zijn de stabilisatie. En als dat daar niet mee opgelost geraakt, ja, dan heb je wel een probleem. Hè. Ja, je dat hebt gekocht. het zelfs. Redelijk hard verwoord in jouw column in de krant Niels. Ja, Mag hey, ik dat zeggen, want wat heb je gezegd? Als op een gegeven moment als ze tegen mij zeggen ja ik ben chronisch rugpatiënt, hè, ja, dan ik kun je niet crossen. Dan ja. moet je stoppen. Ja, maar... hey, zo erg zal dus zo'n vaart wel niet lopen. Maar als je chronisch vermoeid bent of je hebt chronische reuma, ja, dan ja, kun je niet meer crossen. Hè. Dus als je ja. een chronisch rugprobleem hebt, ja, dan ga je goede dagen hebben. Maar ja, dat werkt niet veel tegen. Hè. Was het verrassend, Jan, dat hij dat heeft verklaard nu nog voor die MRI-scan wordt genomen. Want daardoor is er nu ook bij ons natuurlijk wel veel aandacht en veel focus op. Ook de tegenstand zal dat ook weten. Ja, in die zin was het uh, wel verrassend, ja, want namen en iserbied, dat is bit, niet echt een goede. Huur. Nee, hij nee. heeft daar al problemen gehad, kettingproblemen, die. Uh, Onderkoeling? Die, ja. inderdaad. Die beruchte beelden van dat hij uh, onderkoeld was. Dus ja, je denkt in eerste instantie gewoon slechte dag en denken van, oh, Mentaal er helemaal doorgezakt, namen, dat zal nooit wat worden voor mij, daarom stapt mm. hij eruit. Maar dan geeft hij die verklaring. Mm. Ja, en dan was het toch even van oei, daar ja, is ja, toch dat, veel meer aan aan. Namen is een parcours dat een elie moet liggen. Dat, allee, dat is, hij heeft daar inderdaad misschien in het verleden wat pech had, maar puur op zijn capaciteiten, wat hij laat zien in, uh, in een Tabor en in een uh, Fayetteville. Heeft uh, er ook het postuur eigenlijk uh, voor uh, Ik denk dat Koppenberg qua. Zeker dit jaar qua, qua zwaartegraad, hoe lang dat die klim is, dat is vergelijkbaar met namen. Ik denk dat namen minder lastig is als, uh, als een ja? Johannesberg. Okay. Ja. ja, je moet ook zo zien dat wat ik vooral, wat ik vooral zie met namen bijvoorbeeld, dat is dat aan elk klimmeke dat je aankomt, wordt een stuk gelanceerd. Je komt de aankomst voorbij, reed op een asfalt en je wordt gelanceerd richting die kiezelpad naar boven tweede deel voor die richting de aankomst die brug onderdoor. Je komt van die afdaling met die kant waar Lars van der Aar valt en je wordt een stuk gelanceerd. Dan ja. had je je hebt die kassei wel bergop, maar je hebt ook die schuine kanten die bergaf zijn. Het is een lastig parcours, dat ga ik zeker niet zeggen, maar Koppenberg is ook niet simpel. Hè. Ja. Dus, uh... Er werd ook al gesproken bij Eli over uh, potentieel de liefste slagader. Uh, mm. Hebben jullie daar ervaring mee met Renners, rensters die daaraan geopereerd zijn of een stand hebben laten steken, als het dat zou zijn. Marianne Vos is daar een van de bekendste voorbeelden van. Ja. Ferrand Prévost ook zeker. Ja. Niels? Vincent ook, omdat ik die dan persoonlijk wat ken. Vincent Bastaan. Dus het dat gebeurt wel regelmatig? Doen. Ja, ik denk dat, dat, allee, ik denk dat er momenteel misschien wel wat opties open liggen. Um, maar om daar nu al direct van te babbelen, denk ik dat dat moeilijk is. Omdat ja. Die scan zal veel duidelijk maken. En het is vooral nu gissen wat het zou kunnen zijn. Um, maar het kan inderdaad gewoon een, een rugklacht zijn die, die het straling geeft naar zijn benen. Ja, laten we hopen dat het uh, niet uh, te erg is en dat mm. we toch de beste Eli nog kunnen zien dit seizoen. Ja. zeker dat hij niet moet stoppen. Um, we moeten wel even aandacht besteden ook aan Lars van der Haar, hè, want uh, die heeft er wel een mooie cross van gemaakt. Ja, en alweer af te rekenen gekregen met pech. Oké, okay, die valpartij had hij zelf ook wel in de hand, de valpartij ja. waardoor het dan eigenlijk definitief beslist wordt. Maar ja, we denken terug aan, aan Ruddervoorde waar hij twee keer lek rijdt en, en zo een, een... Waar hij ook wel zei, het is mijn eigen schuld. Ja, mm -hmm. dat ook wel. Ja. Vooral die tweede lekke band. Ja. Uh, ik denk dat hij name zeker de koers niet verliest door die lekke band. Hij stond wel lek, maar hij komt dan eigenlijk op de juiste plaats lekgereden zullen we zeggen. Dus hij verliest daar denk ik de cross niet. Um, maar het is de omstandigheden, denk ik, van inderdaad een keer te vallen. En ja, ook gewoon een goede Michael, hè? punt klaar. En, en Lars heeft gewoon een paar keer op de schuine kant uh, het laten varen, waardoor dat je, hij zat een paar keer te veel beneden. Terwijl Michael daar van de negen rondes, denk ik, quasi geen fout gemaakt heeft. Dus op zich uh, denk ik dat Michael op techniciteit die koers grotendeels naar zich toegetrokken mm -hmm. heeft. Uh, Michael Wint, voor de rest was het niet echt een succesverhaal qua Belgen bij de profs. Want ook Quinten Hermans, uh, mannen mm. die gaf, uh, gaf op. Hè? Ja, opvallend. Hè. Uh, hij had daar toch een doel van gemaakt, een uitgesproken doel, Quinten Hermans. Mm. Het uh, wegseizoen nog uh, wat verlengd, bij wijze van spreken, om zich klaar te stomen voor dat EK. En dan uh, was het un jour sans. Ja, maar het is uh, alleen. Is slecht bedoeld, maar het is een beetje de afgelopen jaren altijd een beetje hetzelfde verhaal met de Quinten. Hij maakt stappen op de weg, hè, als Ronde van België. Maakt inderdaad gewoon het stappen. Laat bas Maar in de cross vind ik dat hij de afgelopen twee, drie jaar gewoon op datzelfde niveau blijft rijden. Um, en dat daar in mijn ogen qua cross niet echt uh, beterschap in zit. En... Uh, kan dat er nog komen, die, dat beterschap? Of, uh, nou, dat zou, wat moet je daarvoor doen? Heb je suggesties? Ik denk dat, al nou, nee, suggesties niet, Dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Maar uh, <laughs> ik, ik heb het idee dat uh, Quinten uh, zijn motor aan het vergroten is en die, die lange inspanningen uh, heel vlot verteert en beter verteert. Maar dat die korte inspanningen, de explosiviteit, een stuk aan het verdwijnen zijn met dat wegkoersen. Ja. En het type voorbeeld is daar Stibar van. Hè. Uh, was ook iemand die heel explosief is, is dan had weggegaan en komt dan na een jaar of drie, vier in Essex, zie je hem dan nog rondrijden en een keer rap crossen, terwijl hij ex wereldkampioen was twee, drie keer. Ja, dat, dat is niet meer. En dan sla je een mal voorbij. Zo, ja. ja. En dan moet je gewoon voor opletten dat je de juiste keuzes maakt, vind ik. En Quinten zal die wel maken. Maar zo is rap komen crossen en rap kampioen worden. Ja, die andere drie, die zin ik dan nog wel doen. Maar um de rest, daar is het niveau te hoog voor geworden. En wat Quinten ook aangaf in de aanloop naar het WK, hij gaf dat naar mijn gevoel wel heel lang aan dat hij nog op zoek was naar dat juiste crossgevoel. Dat dat echt ja. wel lang op zich ja. deed wachten. Ja. Dat bevestigt wat Niels zegt ja. eigenlijk. Ja, je zet al stuk kwijt. Hè. Dat, ja, die ondergrond, dat gevoel, die explosiviteit vooral. En ja, het is niet gemakkelijk, uh, het is niet veel gegeven om. Te starten en zomaar eens even te komen winnen. Oké. Okay. Uh, wat verwachten jullie voor uh, de komende crossen? We hebben uh, Niel uh, deze week en uh, de Beekse Bergen, superprestige wereldbeker. Ja, zo, wat het gaan gaat we daar hard zien? vanaf nu. Hè. We ja? hebben de klassementen in full force de komende mm. weken, uh, ook enkele dubbele weekends. Dus uh, ja, hopelijk is het uh, voor Iserbiet uh, geen zorgwekkende blessure, geen langdurige uh, tijd dat hij eruit ligt, want uh, het zijn nu wel uh, belangrijke weken. Mm -hmm. uh, Niel. Het zal afhangen van hoe het er nog regent, zeker mm -hmm. hè, Niels, ja. hoe, het, hoe zwaar het wordt. En de Beekse Bergen, dat parcours daar hebben we weinig zicht op, want ja. daar is al wel gekroost in het verleden, maar het is verlegd, ja. laten we ons vertellen. en er is ook een beetje gissen, hè? overal die nieuwe parcours die erbij komen, is altijd een beetje kijken van de eerste keer als we daar aankomen. Um, maar gelijk als zegt er komt gewoon een heel drukke periode aan. Het zal ook rap nieuwjaar zijn nu, uh, met alle crossen die zich naar elkaar opvolgen. Um, dus er zit wel wat aan te komen, ja. Dan gaat het ook snel het, het Belgisch kampioenschap zijn. Maar dan lopen we wel een beetje ja, vooruit, natuurlijk. Um, Pitcock die start normaal gezien volgende week. Merksplas. Ja. Mm -hmm. dus dat is de eerste van de, de drie grote die, die herbegint. Ja. En die andere, nog geen concrete duidelijkheid hè? over uh, eerste nee, crossen. Er is, is wat onduidelijkheid over wanneer. Um, Je vindt ja. dat maar niks in dat ze daar zo geheimzinnig over doen? Ja, dat dat nog... lang duurt? Ja, ik vind dat het nogal lang duurt. En ja bij mij zijn dat in mijn ogen zo geheimen maken wat eigenlijk geen geheim moet zijn, omdat ja, een planning is er gewoon en ja maakt gewoon een beslissing waar je begint en ja ik heb voorhand ook al gezegd dat ik denk bijvoorbeeld van de wout dat hij begint in kortrijk ja. dat daar een sponsor van hem zit, um, dus ja waarom ik zou zeggen, in het verhaal van de Wout kun je daar toch perfect over komen. Maar toen we jou dat vroegen, een paar jaar geleden, toen wou jij daar ook niet veel over zeggen, denk ik of wel. Ja, dus je geeft, speelde het spel ook mee. Je ja, geeft altijd een soort indicatie. Iedereen wist dat ik na mijn milblessure in die kerstperiode terug ging beginnen. Dat dat het plan was om proberen klaar te geraken nog tegen de kampioenschappen. Ja, en dat kon Loonout zijn, maar dat kon zolder zijn. Ik weet dat ik dan ja. in zolder begonnen ben. Een beetje naar gelang de omstandigheden in het parcours. Maar ja, zij weten nu ook wel ongeveer wel wanneer ze gaan beginnen. Alles gaat wel vastliggen, denk ik. Ja, uh, alle crossen in uh, de Wereldbeker en de Superprestige zijn uh, bij ons te zien natuurlijk, bij PIX. Maar ik wil nog even reclame maken. Jan, want dit is een wielerpodcast. En voor jou volgende week, drukke week, hè? Ja, de Zesdaagse van Gent. De Zesdaagse van, Gent. van Gent komt eraan. En het is een uh, bijzondere editie, hè. 100 jaar Zesdaagse, in eerste instantie. Maar vooral... Afscheid. ...Ilio die... Uh, Rijdt zijn laatste Gentse zesdaagse ja. in het Kuiken. Dus, uh... Ben je al een beetje uitgerust, Jan? Want dat zijn lange dagen hè, voor de commentatoren. Ja, dat is lang, maar het zijn vooral uh, lange dagen voor uh, de ja. renners in kwestie, zeker. zeker ja. is, uh... nou, onderschat de een, focus niet, uh, een, die je zelf uh, nodig hebt. Uh, van dinsdag tot zondag. Ja. Ja. Uh, ja, wat verwacht je ervan? Keis, uh, uh, start daar wel met ambitie. Absoluut. Ook al uh, is het de laatste. Gekoppeld aan Jasper de Buist, uh, niet de minste naam in het uh, zesdaagse circuit. Uh, en zoals je zegt, met ambitie en het verraadt ook ambitie dat hij een apart afscheidsevenement heeft uh, ja. laten organiseren. Of dat is een primeur, vasttegen. denk ik, die je nu vertelt. Uh, wij gaan dat ook uitzenden, hè? Dat gaan we ook ja. uitzenden. Merci, Ilio, op uh, 24 uh, november. Ja. Dus, uh, Details daarover? Speciale dingen die gaan gebeuren? Uh, of? Er komen grote namen. Cavendish uh, is al uh, genoemd. En uh, ja... De fin fleur van het Belgische wielrennen zal er ook ja. wel zijn. Want Ilio Keissen is ook wel iemand die altijd geliefd is geweest in het peloton. Ja, en Ilio is een hele rustige, rustige persoon, denk ik. Uh, die inderdaad altijd zijn werk gedaan heeft voor iedereen. En Um, ken hem niet persoonlijk, maar het ziet er maar gewoon ook een joviale gast uit. Dus dat zal inderdaad wel uh, wat volk naartoe ja. gaan. Zesdaagse uh, trouwens, ga jij kijken? Ben jij een zesdaagse liefhebber of is dat ver van je bed? Dat is ver van mijn bed. Ja. Uh, als ik ga, dan zal het voor pinten te drinken zijn. Ik ja, dan dan moeten we misschien <laughs> wat, wat tickets bezorgen voor, uh, voor Niels ja, en het, wordt eh, op het middenplein. Heel goed uitgelegd op grote ja. schermen okay. ja, hoor. Uh, ja. ja, ik moet je dacht, je zeggen, dacht dat je ging zeggen: het wordt heel goed uitgelegd hoe je pinten moet drinken. Maar ja, ja, maar dat heeft hij niet meer nodig, denk ik. Maar goed, Keis en De Buist en, uh, en Jan Suikers op de zesdaagse. Dat is voor volgende week op uh, Pix. Man, ik ga jullie bedanken. Onze tijd zit er uh, al op. Um, druk weekend ook voor jou. Hè? Nieuw, Absoluut, Beekse ja. Bergen. Dus. Uh het wordt een pittige, pittige periode. Niels, jou zien we ook weer binnenkort, denk ik. Uh, Overrijzen, denk ja, ik. Ja, dat was de twintigste. Ja. Hè? Ja, alright. Dat is tijdens de zesdaagse, dus dan is er heel veel wielrennen te zien bij ons. Dankjewel, Jan Suikers. Dankjewel, Niels Albert. En u ja, inschakelen, zou ik zeggen, komend weekend op de crossen op onze zender. Tot de volgende derailleur. Dat moet ergens eind november, begin december zijn. Tot dan.